Ondanks politieke commotie hebben drie moskeeën in Almere vanmiddag toch via een luidspreker een oproep tot gebed gedaan. Tijdens een spoeddebat gisteravond bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad ook akkoord ging met de versterkte oproep van de drie moskeeën. Lelystad heeft er een nieuwe gratis krant bij. Ons Lelystad. De krant staat helemaal vol met leuke berichten, positief nieuws. En zijn er in de toekomst nog historische houten zeilschepen te bewonderen in de haven van Lelystad? Door de coronacrisis zijn er geen zeilweekenden of bedrijfsuitjes meer. En daarom wordt gevreesd voor het voortbestaan van de Bruine Vloot. Het is vrijdag 1 mei, de dag van de arbeid. Dit is Flevoland. Goedenavond. Een aantal politieke partijen in Almere was fel tegen, maar toch hebben drie moskeeën vanmiddag de oproep tot gebed via een luidspreker laten horen. Zo ook de moskee Omar Ibn Al-Khattab. De ramen van de moskee in Almere buiten worden rond 2 uur stuk voor stuk opengeklapt. Als vervolgens ook de deur is opengezet, begint de gebedsoproep. In opdracht van de gemeente wordt vlak naast de moskee met professionele apparatuur het geluidsniveau gemeten. Omdat de geluidsinstallatie binnen staat en er geen speakers aan de gevel hangen, valt het niveau deze keer nog wel mee. Maar een van de vrijwilligers vertelde mij wel dat er ook luidsprekers besteld zijn die tegen een spat water kunnen en die buiten kunnen hangen. Eenzelfde soort beeld is zichtbaar bij de Abu Bakr moskee in Almere stad. Daar wel een speaker die buiten hangt en ook hier wordt het geluidsniveau in de gaten gehouden door de gemeente. De gemeenteraad vergaderde gisteravond over de gebedsoproepen. Dit op initiatief van de VVD en PVV, die er niks van moeten weten. Maar de twee partijen kregen geen meerderheid achter zich om de stap van de moskeeën te veroordelen. Het staat gewoon in de wet dat er vrijheid van godsdienst is. En we kennen het gelijkheidsbeginsel, dat is in artikel 1 van de grondwet. En daar hebben we gewoon mee te maken. En dus moeten we het accepteren en kunnen wij dat ook accepteren. U kunt het met de grondwet oneens zijn, maar als u dat oneens bent, dan verwijs ik u naar de Staten-Generaal, naar de Eerste en Tweede Kamer. Daar kan de grondwet gewijzigd worden, niet in dit huis. En dat is ook wat ze bij de Abu Bakr moskee zeggen. Het mag, dus doen we het in deze coronatijd, om de achterban die nu niet naar de moskee kan komen, een hart onder de riem te steken. Eén ding mag heel erg duidelijk zijn, het oproepen tot dit gebed is niet iets nieuw. Het is een recht van de moslimgemeenschap eigenlijk ook te doen. Artikel 10 beschrijft dat. Hoef ik helemaal niet uit te leggen. Maar het is wel nieuw dat het nu gebeurt, versterkt in Almere. Het is een recht die wij eigenlijk gewoon ten alle tijde kunnen invoeren. Of het nu gebeurt, of in het verleden, of in de toekomst. Maar dit blijft een recht waar je recht op hebt. Maar die politieke partijen die zeggen dan, ja, het mag wel het recht zijn. Maar er is ook nog zoiets van, doe je het dan? Je kunt ook de afweging maken. Nee, ik doe het niet, want ik weet dat er mensen zijn die er aanstoot aan nemen. Goed, nou hebben we altijd de vraag van welke mensen zijn dat? Want als het gaat om onze buren bijvoorbeeld, waar we eigenlijk gewoon direct mee te maken hebben, die eigenlijk in alle oprechtheid diegene zijn die dan overlast van zouden moeten hebben, dat is het niet. Want in die hoedanigheid hebben we eigenlijk ook met de buren altijd contact. We zijn nauw in contact met onze buren. Als de beperkende coronamaatregelen dan achter de rug zijn, wil de moskee de versterkte gebedsoproep evalueren. En dan wordt bekeken of dit eenmalig was of dat de versterkte oproep vaker zal worden gedaan. Inwoners van Lelystad krijgen een nieuwe gratis krant in de bus. Vol met positieve verhalen, tips en recepten. In Almere is het al een succes en nu is de provinciehoofdstad aan de beurt. De krant heet Ons Lelystad. Ze zijn er maar wat trots op. Huis aan huisblad Ons Almere gaat uitbreiden met Ons Lelystad. Nou, dit is hem inderdaad, de Ons Lelystad. We zijn er echt super trots op. Vrolijke voorplaat, zoals we dat met Ons Almere ook altijd doen. En de krant staat helemaal vol met leuke berichten, positief nieuws. Normaal gesproken blikken we ook de maand vooruit. Maar ja, dat is nu wat lastig vanwege de maatregelen. Dus nu hebben we eigenlijk juist de informatie die gaat over wat kun je doen als je thuis blijft. Lekkere recepten, goede tips om op Netflix je films te kijken en allemaal dat soort zaken. De oplage is 40.000 stuks en de nieuwe gratis krant valt binnenkort op de mat. Ondanks de coronacrisis is Verduin Lunel ervan overtuigd dat Ons Lelystad een succes wordt. We hebben natuurlijk in Almere kunnen oefenen. Daar wordt de krant heel enthousiast gelezen en de adverteerders zijn ook erg blij met wat wij hebben neergezet. En vanuit daar hebben wij nu wel vertrouwen dat we in Lelystad hetzelfde kunnen doen.
En wij denken ook, nu is iedereen thuis. Dus iedereen zit eigenlijk te wachten op een leuke krant met leuke informatie. Zodat ze ook wat positiviteit hebben in plaats van alleen maar corona. Maar er komt nog meer bij. Naast een krant komt er ook televisie. Ons Almere TV. Volgens initiatiefnemer Joost Buitenweg moet Ons Almere TV het online platform worden waar alles op staat wat Almere bezighoudt. We houden het heel regionaal, nieuws enzovoort. Studiogesprekken kan ook, livestreams. En ik denk dat we beginnen nu, en dat klinkt misschien als een beetje een rare tijd, maar ik denk dat juist nu de behoefte is aan één platform waar we met z'n allen samenkomen, waar Almere samenkomt online. Ons Almere TV start volgens Buitenweg binnenkort. Heel binnenkort. Wij starten 1 mei en dan zijn er al een aantal films online. En we gaan het de komende maanden uitbreiden met andere dingen. Dus hou het allemaal in de gaten. Maar vanaf 1 mei gaan we beginnen. En dan is het de maanden daarna gaan we het vullen met allemaal mooie Almeerse content. Ander nieuws dan. De politie moest afgelopen nacht in actie komen voor een schietpartij in Almeerse Kruidenwijk. Volgens een woordvoerder van de politie is bij de schietpartij niemand gewond geraakt. Het zou gaan om een schietincident in de Melkdistelstraat rond 1 uur 's nachts. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Al melden omstanders dat er zou zijn geschoten vanuit een rijdende auto. Nog geen maand geleden vond op een steenworp afstand ook een schietpartij plaats op de Basilicumweg. De politie onderzoekt of beide schietpartijen met elkaar te maken hebben. Het Almere Havenfestival gaat dit jaar niet door. De organisatie laat weten dat de coronacrisis voor te veel onzekerheid zorgt. Het festival zou plaatsvinden op 4, 5 en 6 september. Het evenement zou dit jaar voor de 20ste keer gehouden worden. Het festival staat bekend om de concerten, een brokant- en antiekmarkt, een proeverij, een pottenrace en heel veel koren. Het festival wordt nu doorgeschoven naar 2021. Het was echt een jubileumeditie en niet alleen daarom. Het is natuurlijk ook na zo'n coronacrisis zou je dolgraag een feestje bouwen en ook het stadsdeel weer even een boost geven. De Flevomeerbibliotheken gaan weer boeken uitlenen. Woensdag begint de afhaalbiep. Leden kunnen online titels doorgeven of zich laten verrassen met een verrassingspakket. Voor volwassenen is een uitleen van 4 boeken mogelijk en voor de jeugd zijn het er 3. Je ziet nu dat het aantal besmettingen wat daalt en mensen raken ook meer gewend om op afstand te blijven. En nu denken wij van ja, de tijd is rijp om van start te gaan met een afhaalbiep. Schippers van historische schepen luiden de noodklok. Ze willen extra steun van het Rijk omdat bijna al hun inkomsten zijn verdwenen. Ze zeggen dat het voortbestaan van de houten zeilschepen op het spel staat. Zo lag de haven van Lelystad er in beter tijden bij. Nu liggen de historische schepen aangemeerd omdat grote groepen hun rondvaarten geannuleerd hebben. Paul Sleurink van Nauwpar koppelt de eigenaren van de schepen aan mensen die een tocht willen maken, maar is nu vooral druk met afmeldingen. Zo had u het begin van het seizoen niet voorgesteld. Nee, ik dacht dat 2020 wordt een mooi jaar. We hadden eigenlijk best wel veel dingen goed op de rit staan. Sail Amsterdam wat eraan kwam. Ik dacht van nou, we hebben een paar stevige jaren gehad. En ik dacht van nou, 2020, dat wordt een mooi jaar, dat wordt mijn jaar. Maar prijzendag niet voordat hij over is. 1,5 meter afstand houden is op zo'n schip vaak niet mogelijk. En met hele kleine groepen haal je eigenlijk nooit de kosten van het varen eruit. Net als andere sectoren willen ze graag steun van de overheid. Zo'n 50 miljoen euro om de ongeveer 200 historische schepen die Nederland rijk is de winter door te helpen. Het beeld is echt wel heel slecht. Ik hoor verhalen van mensen die echt al 3 weken aan de bruine bonen zitten. En dat ze echt elk dubbeltje moeten omkeren. Een van de schippers van Nauwpar is de 22-jarige Luca Spano. Ja, je kan zien maart, april, mei, juni, alles al geannuleerd. Normaal vaart zijn schip Hester over het IJsselmeer, maar het ligt nu al weken stilletjes te dobberen voor kampen. Volgende week heb ik het schip 2 jaar. En dus net begonnen, nog niet zoveel vet op de botten. En we moeten hard werken om, om alles te kunnen betalen. En dat wordt momenteel wel heel erg zwaar met de coronacrisis. Dit zou zijn jaar worden. Volop geklust aan het schip, misschien zelfs nog een jacuzzi erbij, toen het virus om zich heen begon te grijpen. Een van de jongste schippers van Nederland kan niet meer met zijn schip het water op. Mijn komende maanden gaan er somber uitzien. Ik ga nu op een binnenvaartschip werken om toch nog geld binnen te haken. Want ja, ik moet het schip toch zien te betalen. Ik moet mijn gezin voeden. En het is niet leuk, want we willen natuurlijk gewoon lekker zeilen en
doen waarvoor je de beroep gekozen hebt. Historische schepen van soms al honderden jaren oud moeten met regelmaat worden gekeurd. En als ze een keuring missen, moet het plots aan de eisen van nieuwe schepen voldoen. Dan kun je net zo goed met je schip naar de schroot, vertelt Spano. We moeten onze certificaten allemaal bijhouden. Eenmaal als die verlopen is, dan krijgen we die niet meer terug. Dus dat is echt het probleem. Komt er geen hulp van de overheid, dan is het voortbestaan van de historische scheepvaart in Nederland in gevaar. Dat alles gewoon ophoudt te bestaan. En dat het dus ook gewoon over 2 jaar dat je deze schepen niet meer ziet in de havens. Niet in een andere vorm of wat dan ook. En niet denken van, oh, dat komt wel weer. Of er komt wel een nieuwe eigenaar of wat dan ook. Nee, dan houdt het echt op. Dan zijn ze weg. Net zoals je ze in het buitenland ook nergens meer ziet, zul je ze er in Nederland dus ook niet meer zien. Darter Ron Meulenkamp uit Almere is in de eerste ronde van de Home Tour uitgeschakeld. Tijdens het toernooi van de profbond PDC stond Meulenkamp op zijn zolderkamer te gooien. Verslaggever Han Dijkstra kon het toernooi vanuit huis goed volgen. Game in two. Het is toch wel even wennen, want de spelers streamen beelden van het bord naar de organisatie. En die beelden worden samengevoegd en uitgezonden via een speciale site. Ik sprak Meulenkamp na de wedstrijd, natuurlijk online. Ja, het is wel even wennen, maar ja, het is toch een goede manier van communicatie nog, dus is prima. De poolfase ben je niet doorgekomen. Het is allemaal een beetje wennen en kijken wat zijn de regels en hoe zit het allemaal. Betekent nu einde verhaal voor jou? Ik was wel erg dichtbij. Ik heb ook op zich wel goed gegooid. Tegen Dobie merkte ik wel dat elke keer mijn eerste pijl onder die triple 20 zat. Dus dan is het heel moeilijk om te corrigeren, maar in die andere twee partijen ging het prima. Dus ja, misschien een beetje pech in combinatie met Dobie. Toch niet voor niks de nummer 20 van de wereld. Dus ja, die heeft het gewoon goed gedaan. Ja, je hebt eerder tegen hem gespeeld natuurlijk, maar dan in een volle hal. En nu op je zolder, waar stond je precies te spelen? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. In mijn zolder tussen de was en de wasmachine en noem maar op. Dus ja, dat is wel even wat anders. Maar ja, ik heb wel genoten van vanavond. Het was een super leuke ervaring. Ja, is het vooral leuk voor de ervaring of zeg je van, die moeten we vaker doen? Want ja, je wilt er echt met elkaar spelen, elkaar zien, elkaar voelen, elkaar ja, in een ruimte tegenkomen. Ja, nee, live is natuurlijk het beste, maar dit is wel het beste alternatief natuurlijk. Als het gewoon niet kan live, dan maar zo. Ik vind het prima eigenlijk. Ja, jullie krijgen een x-bedrag hè, voor het spelen van zo'n avond. Maar ja, dat had het natuurlijk niet bij wat je normaal binnen moet halen. Het is gewoon je brood. Lukt jou dit nog? Ja, nee, inderdaad. Ik moet wel gewoon goed kijken naar... wat heb je op je spaarrekening staan? Wat doen de sponsoren? Wat doet de PDC voor ons? En ja, dat allemaal gezamenlijk moet je toch kijken of je het uit kan zingen. Dus het is ook zeker van belang hoe lang het allemaal gaat duren. Voetbalster Rebecca Doejaren uit Krachenburg stopt bij PEC Zwolle. Ze gaat zich volledig focussen op haar studie en werk in de zorg. Doejaren speelt volgend seizoen wel wedstrijden met het dameselftal van SV Mark Nessen, maar het profvoetbal laat ze voorlopig links liggen. Ze is nog maar 21 jaar en haar carrière lijkt nog maar net te zijn begonnen. Maar toch zet voetbalster Rebecca Doejaren een punt achter haar carrière. De Krachenburgse, die met de vrouwen van PEC Zwolle uitkwam in de eredivisie, kiest voor een loopbaan in de zorgsector. Ja, ik merkte de laatste 1,5 jaar eigenlijk al wel dat ik het heel erg leuk vond om te werken in de zorg. En afgelopen jaar kwam het vooral veel voor dat ik gevraagd werd om een dienst over te nemen. En dan kon ik gewoon werken, maar ja, sorry, ik moet trainen. Ja, en dat was iedere keer het antwoord. Op een gegeven moment had ik daar zoveel spijt van. Dat ik denk van, ik vind het gewoon, op dit moment komt de zorg gewoon bij mij op nummer 1 te staan. En ik vind dat voetbal hoort te zijn als je dat gaat doen. Dus dan moet je een keuze maken en dat is voor mij nu de zorg. Doejaren begon met voetballen in de pupillen van FC Krachenburg in haar woonplaats. Daarna kwam ze via SVM uit Mark Nessen bij PEC Zwolle terecht. Daar maakte ze als 15-jarige B-junior al snel haar debuut in de hoofdmacht. Mijn officiële debuut was in de beker. Nou, daar scoorde ik in. En mijn debuut in de competitie scoorde ik de winnende in de laatste minuut. Dus dat vergeet je natuurlijk nooit. Ja, daarnaast EK-ticket gehaald met onder 19 het eerste jaar. Mijn doelpunt tegen Duitsland met onder 19, ja, dat vergeet je gewoon nooit. En uiteindelijk ja, met PEC natuurlijk de bekerfinale vergeet je ook nooit. En toch is dat gevoel voor mij altijd anders. En de meiden die wisten het ergens al wel een beetje, maar echt het definitieve woord was er nog niet. En vorig jaar heb ik het ook al wel eens geschreeuwd dat ik ging stoppen. Nou ja, heb ik niet gedaan. Dus ja, nu dit jaar wel. Ze vond het jammer, maar begrijpelijk ook mooie keuze. Doejaren had vorig jaar een moeizame relatie met haar toenmalige trainer Wim van der Wal. Ze kwam daardoor zelfs op de bank terecht.
Dit heeft haar keuze om te stoppen wel beïnvloed. Het heeft wel voor gezorgd dat vertrouwen in de club weg is. En ik weet ook dat dat niet alleen door Wim kwam. En dat is ook het probleem. En dat vertrouwen is nooit echt terug geweest. En ja, dat heeft uiteindelijk zeker invloed op de keuze. Daardoor is het wel makkelijker geworden. Rebecca Doejaren hoopt deze zomer haar zorgstudie af te ronden. En dit was Flevoland voor vandaag. Op radio zijn we er morgen alweer. Tussen 12 en 5 uur krijgt u lekkere weekendmuziek en nieuws van Marvin Hopp en Jordi Bouw. Zo dadelijk het weer met Robert de Vries. Alvast een fijn weekend en voor nu nog een mooie avond.